Ja, ja. Wie zonder handen dan? Hey. Kijk, niks zonder handen. Kijk, niks zonder tanden. Komt er gelijk, goed hoor. Annette Gerritsen. Ja, bedankt. Kjeld over. De heer is Kjeld Nuis, de trainer is Bjarne Rikje. Goedemiddag, hartelijk welkom op deze wel zeer bijzondere middag. Nou, u ziet hoeveel mensen er zijn, dus dat moet er wel iets aan de hand zijn, dat kan niet anders. Een prachtige middag, alhoewel ik keek naar buiten en ik denk, zou het nou na al die mooie dagen nog gaan regenen? Maar het is droog, alleen de zon ontbreekt, maar verder werkt het weer uitstekend mee voor wat we voor ogen hebben. We zijn met velen en dat geeft wel aan dat er iets belangrijks staat te gebeuren. Iedereen apart welkom heten is een beetje ingewikkeld, want het stroomt maar binnen en dus dat ga ik maar niet doen. Ik wil wel een uitzondering maken voor onze gasten die van ver komen. Bijzondere gasten die via Nico Hofman aan onze uitnodiging gehoor hebben gegeven om hier te zijn en een extra feestelijk tintje van deze bijeenkomst te maken. Schaatsers van naam, topsporters. Annette Gerritsen en Laurine van Riesen, respectievelijk zilver en brons op de 1000 meter op de Olympische Spelen van Vancouver. Dat wist ik zo uit mijn hoofd. Maar gelukkig heeft Nico ook nog een beetje geholpen. Diana Valkenburg, allround schaatser, regelmatig te zien op podia. Roxanne van Hemert, specialiste op de middenafstanden 1000 en 1500 meter. En Kjeld Nuis, de man in het zwart. Sprinter en 1500 meter rijder, World Cup winnaar op de 1000 meter in het seizoen 2012 en 2013. En dan is er nog iemand in het zwart, dat is Bjarne Rietje. Die is assistent trainer van Jacques Horry en dus een hele belangrijke man, want die gaat straks voor een knal zorgen voor ons. Ja, dat hoort, je moet iets doorknippen, het moet knallen en dat hoort er allemaal bij. En tot mijn afgrijzen heb ik net gezien dat er een illegale strijker in handen werd gespeeld om een knal mee te geven. Dus we zijn nog strafbaar ook. Maar goed, dat zien we dan weer. Op de uitnodiging stond, oud worden is topsport. En dat lijkt wel een beetje een rare vergelijking. Of een beetje gezocht, omdat er sporters in ons midden zijn. Maar ik wil u uitleggen dat dat niet zo is. Voor topsport moet je trainen. Dat spreekt voor zich. Voor oud worden hoef je niet te trainen. Dat gaat vanzelf. Maar voor gezond oud worden moet je wel degelijk trainen. Want als je actief blijft, behoud je veel van je functies. Wat dat betreft geldt wat Hans Beckers, oude directeur van Humanitas, altijd zei. Use it or lose it. Als je blijft gebruiken, blijf behouden. Dat spreekt niet vanzelf, want als je ouder wordt, dan nemen je krachten af. En dan heb je de neiging om het wat kalmer aan te gaan doen. Niet doen, actief blijven, use it or lose it.
We weten natuurlijk al langer dat lang actief blijven, ook in maatschappelijk opzicht, dat je daar fitter bij bent en meer bij de tijd blijft. Maar bij dat oude gegeven is de laatste tijd toch iets extra's gekomen, namelijk ook veel onderzoek naar de enorme waarde van het dagelijks bewegen. Voor wie daarover aarzelt of dat zo is, moet maar eens op YouTube kijken naar de colleges van professor Schelder, die dat onafvolgbaar voor het voetlicht brengt. En er is ook veel onderzoek beschikbaar gekomen waaruit dat blijkt. Bewegen is goed voor je lijf, je bouwt een betere conditie op. Bewegen voorkomt narigheid, je bent stabieler in het staan en in het lopen, je voorkomt vallen. Maar vooral is bewegen uitstekend voor het brein. Dat blijft veel beter functioneren, je bent minder vergeetachtig enzovoort. En je hoeft dan niet de 100 meter in, wat is het, 10 seconden of zoiets te lopen. Professor Scherder zegt, zelfs kouwen is een vorm van beweging. Waar het op aankomt, ja u lacht, maar de man is bloedserieus als het zegt. Waar het op aankomt is dat je binnen je mogelijkheden zoveel mogelijk beweegt, zoveel mogelijk actief bent. Dus eigenlijk is dat trainen, terwijl je daar misschien niet altijd zin in hebt. Net als topsporters kan ik me zo voorstellen, die hebben misschien ook niet altijd zin in trainen. Maar je hebt een bepaald doel voor ogen en dat maakt het waard. Voor schaatsers is dat wellicht een Olympische medaille of een record. Voor ouderen een gezonde levensavond. En vanaf vandaag hebben we daarbij een fantastisch hulpmiddel. De fitnesstuin waarin ouderen op een plezierige manier kunnen bewegen. Bewegen op verschillend niveau, al naar gelang ieders conditie. 19 verschillende toestellen, met zorg uitgezocht. En vooral ook in de buitenlucht, want dat is gezond. Buiten is gezonder dan binnen. En dat geheel gaan we vandaag openen. Maar voordat we dat doen, moeten we allemaal wel goed beseffen wat het belang ervan is. Daar hoort een beetje uitleg bij, want de argeloze voorbijganger, en ik ben er al een paar tegengekomen, die zijn al gauw geneigd te denken, gut, wat een leuke speeltuin. Maar wat moet dat nou toch bij een zorginstelling? Nou, het is goed om te beseffen dat dat het niet is, een speeltuin. Dat het in de eerste plaats iets is waar heel goed over nagedacht is. In de tweede plaats iets is waar flink in geïnvesteerd is. En in de derde plaats dat het iets is dat gebaseerd is op de nieuwste inzichten met betrekking tot gezond oud worden. En daarmee een winst, een aanwinst voor alle ouderen van Aalsmeer. Want het is natuurlijk niet alleen voor de bewoners van dit huis. Het is voor iedereen die ouder wordt en graag zo vitaal mogelijk wil blijven. Daar zijn ook programma's voor gemaakt. En zometeen zult u daar ook over horen. Er zijn twee sprekers. Berry Philippa, de voorzitter van de stichting Vrienden van Zorgcentrum Aalsmeer, is de eerste. Hij gaat vertellen hoe het idee is ontstaan en hoe de stichting erin geslaagd is toch een behoorlijk bedrag bijeen te brengen. Daarna spreekt Nico Hofman, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut, onder andere van de schaatsploeg van Jacques Ory, dus van Activia of Brands, wat was het nou? Brands, ja, ik leer bij vanmiddag, dat weet u. Hij zal het grote belang van bewegen nog wat nader uitdiepen en vertellen hoe je daar als ouderen en als meer optimaal gebruik van kunt maken van deze nieuwe voorziening. Dus twee korte toespraken, daarna gaan we met z'n allen de tuin in voor de openingshandeling. En de sporters en enkele bewoners die zullen als het ware samen naar een flink lint te lijf gaan op de knal. U weet wel waar ik het net over had. En daarna verkennen we het parcours en dan gaan we met elkaar gezellig wat drinken, want u heeft nu koffie, maar in de tuin staat de drank ook, dus u moet wel naar de tuin toe. En ik hoop dat we zo een gezellig uur hebben met elkaar. Wil ik dan graag het woord geven aan de eerste spreker, de voorzitter van de stichting Vrienden van Zorgcentrum Aalsmeer, Berry Philippa. Goedemiddag, dames en heren. Het is vandaag een bijzondere dag. Er wordt historie geschreven. Nu is 3 juni door de jaren heen altijd al een bijzondere dag. 3 juni 1964, de Beatles hadden hun debuut en tevens ook het
slotoptreden de Beatles hebben nogal wat veroorzaakt in Nederland. 3 juni 1968, de BTW werd ingevoerd in Nederland. 3 juni 1969 was het moord op Robert Kennedy. En nu, 3 juni 2014, de opening van de fitnesstuin in het zorgcentrum Aalsmeer. Een uniek project dat hopelijk in Nederland veel navolging zal vinden. In de uitnodiging, Jan Pressler zei het net al, staat oud worden is topsport. Er zijn vandaag een aantal topspelers aanwezig. En dat is eigenlijk een goede symboliek voor de fitnesstuin. Ik denk in dit verband aan een gedicht van Willem Elschot over een man die zich verzet oud te worden. Ik word aan het oud zijn niet gewend. De lichte laaien die ik heb gekend zit nog diep in mijn knoken en blijft mij dag en nacht bestoken. Maar waar ik wel toe ben bereid, dat is voor elke jonge meid. Zoals er 100.000 lopen, de kleren van mijn lijf verkopen. Als ode aan de fitnesstuin, en ik denk dat Willem Elschot mij dat wel zal toestaan, heb ik er een strofe aan toegevoegd. En nu de fitnesstuin in Aalsmeer, dat geeft mijn lichaam soepelheid weer. Ik krijg weer elan en zin in het leven. Zorgcentrum Aalsmeer zal nog wat beleven. Nu wil ik even een stukje geschiedenis vertellen hoe dit project tot stand is gebracht. De Stichting Vrienden van het Zorgcentrum haalt jaarlijks zo'n kleine 25.000 euro op uit de Aalsmeerse gemeenschappen. Enerzijds zijn er zo'n 400 particuliere donateurs. En daarnaast is er de 75 Plus Club, dat zijn ongeveer 50 Aalsmeerse bedrijven die allemaal ouder zijn dan 75 jaar. En omdat ook het zorgcentrum is gericht op de 75-plussers. En die brengen ook een behoorlijk bedrag op tafel. Vandaar dat we ieder jaar heel veel geld binnenkrijgen. En met deze gelden worden heel veel zaken gedaan. Wat doen we? Vakantieuitstapje voor de ouderen, de bus, het biljart is hier in het zorgcentrum vernieuwd. De leestafel daar is bijgesprongen. Het kastje in de tuin, noem maar op, het orgel, de vleugel, etc. Nou, in de loop van 2012 vroegen wij Jan Dressler of er toch weer nieuwe investeringsmogelijkheden waren, want één ding staat erop, wij wilden niet op ons schild blijven zitten. Nou, in onze vergadering van 22 november 2012 is toen het projectplan Meer Bewegen, Meer Tuin aangenomen. Nou, hierna volgden gesprekken met Nico Hofman, die zeer enthousiast was. Een vijftal studenten van de hogeschool in Amsterdam, en daar staan er drie. Oh, ik dacht vier, maar goed. En die hebben in opdracht van de PAKA een haalbaarheidsonderzoek gedaan. En de uitslag was zeer positief. En ik moet zeggen, ook complimenten voor het rapport. Het totale project, inclusief de Jeune Boerbaan, kost 60.000 euro. Hiervan neemt de stichting Vrienden 15.000 voor een rekening. En ook het zorgcentrum ook 15.000. En de resterende 30.000 is afkomstig van fondsen en instellingen. Ik wil hierbij dank zeggen aan PAKA, aan de gemeente Aalsmeer, aan het fonds Nuts Ora, aan RCOAK, dat betekent Rooms-Katholieke Oude Armenkantoor, ja, waarvoor staat het, ik weet het niet, fonds Sluiter en Van O, de diaconie van de gemeente Aalsmeer. Dus dat zijn de instellingen en de stichtingen. Ik wil ook dank zeggen aan Jan Dressler voor zijn. Jan. Dank zeggen Jan Dressler voor zijn inspirerend en constructief optreden. Ik wil dank zeggen
aan Wim van Veen, onze penningmeester. Die eigenlijk alle aanvragen voor de fondsen heeft verzorgd. Hij zit daar. Dankjewel, Wim. Klausie van Dam, onze secretaresse. Dank voor haar, ik kan heel veel woorden noemen, Klausie. Enthousiasme, jouw initiërende rol, voor jouw gedreven, vasthoudende en katalyserend vermogen om alles tot stand te brengen. En mede door jou is dit een succes geworden. Waarvoor dank. Ook dank aan Nico Hofman voor je inzet en jouw enthousiasme, Nico. En ook jouw coöperatieve samenwerking. Tot slot wil ik nog mededelen dat wij voor de totale Aalsmeerse bevolking een prijsvraag zullen uitschrijven. En het gaat met name om een goede naamgeving. Nou, hier komen we op korte termijn op terug in de media. Ik dank u wel. Zo, welkom allemaal. Wat leuk dat er zoveel mensen interesse hebben in een bewegingsmogelijkheid voor ouderen in Aalsmeer. Ik wist van tevoren niet zo goed hoeveel animo er zou zijn. Wij zijn er al even mee bezig. We worden ook steeds enthousiaster wat er hier in de achtertuin gerealiseerd is. Ik hoop dat jullie dat straks ook allemaal komen kijken en ook proberen. Er is al heel veel gezegd dat zulke dingen realiseer je niet alleen. En de studenten van de Hogeschool Amsterdam zijn al even genoemd. Maar ook van mijn kant nogmaals dank. Hartstikke leuk. Het enthousiasme en de passie waarmee jullie dat gedaan hebben. Heel veel vrijheid in de opdracht. Er werd ontzettend gelachen. Het was een minor project op de Hogeschool Amsterdam. Daarin werden allerlei zeer wetenschappelijke onderwerpen gepresenteerd. En toen kwam ik met het idee om, gekscherend zei ik, een speeltuin voor ouderen te realiseren. Het is een trainingstuin, wat Jan heel terecht zei ook net. En er werd eigenlijk een beetje gelachen in de eerste vergadering waarin de onderwerpen aan bod kwamen. Maar ik probeerde duidelijk te maken dat het bloedserieus was. En jullie hebben er ook iets heel serieus van gemaakt. En we gaan straks kijken waar dat toe geleid heeft. Dankjewel nog een keer. Jan zei al, een fitnesstuin voor ouderen, training, topsport. Waarom is topsport voor ouderen in zo'n trainingstuin nou vergelijkbaar met topsport voor sporters? Iedereen heeft een bepaald niveau waarop die kan functioneren. En helaas weten we dat als we ouder worden, dat soms iets minder explosief wordt en iets minder soepel wordt. Maar dat is ook iets wat we een beetje laten gebeuren. Als wij fit blijven, als we goed blijven bewegen, als we er geloof in hebben meer te kunnen dan we soms doen, dan blijven we kwieker, dan voelen we ons beter en blijven onze hersenen ook beter functioneren. Dat hebben we overal wel eens gelezen, maar in de wat meer wetenschappelijke literatuur komt er ook steeds meer duidelijkheid dat dat ook te onderbouwen is en we gaan langzaam maar zeker steeds beter begrijpen waarom dat zo zou kunnen zijn. Jullie horen hoe voorzichtig dat gezegd wordt. Het leuke is, nu dit project straks geopend wordt en steeds meer mensen er weet van krijgen, en dus ook de onderzoekers in de medische wereld er weet van krijgen, heb ik de laatste weken steeds meer mail ontvangen. En ook dat geeft eigenlijk aan dat wat we hier vandaag met z'n allen doen, iets toevoegt aan de moderne zorg. En dat is ook waarom we vanuit de eerste lijn zorg in Aalsmeer, vanuit het gezondheidscentrum in Dorp, wat over 14 dagen geopend wordt, het gezondheidscentrum in Oost, zeggen we willen die eerste lijn zorg wetenschappelijk onderbouwd meer invulling geven. En een van de dingen die we daarvoor zouden kunnen gebruiken in de eerste opstap die we gemaakt hebben, een valproject voor ouderen, waarin valrisico geanalyseerd wordt en bekeken wordt door de huisartsen, de ondersteuning van de huisartsen, de fysiotherapeuten, alle paramedische zorg in Aalsmeer, de thuiszorg, om mensen daarin op te sporen. Wie heeft een hoger risico om te vallen en wat kunnen we daarmee doen? En daar hebben we
met elkaar als zorgplan over nagedacht en gemeend dat een trainingstuin, een fitnesstuin, daarin een belangrijke functie kan hebben om die valrisico's te verkleinen. Nou, zo is het balletje gaan rollen vanuit het gezondheidscentrum. We komen elkaar gelukkig in Aalsmeer geregeld tegen, zo gaat dat in een dorp. En toen hoorden we ook van het plan hier in het zorgcentrum. En we zijn hand in hand verder gegaan en dat heeft geresulteerd in de tuin hier buiten. Waarom buiten? Buiten is gezonder dan binnen, dat gaf de heer Dressler ook al aan. Maar het heeft ook te maken buiten bewegen, ook als het regent, dat geeft het lichaam een andere uitdaging. Dus ik wil ook alvast aankondigen, de training is niet alleen bedoeld voor mooi weer. En mijn oma heeft hier met veel plezier een aantal jaar in het zorgcentrum mogen wonen. En ik probeerde oma als therapeut ook een beetje te motiveren om vooral actief te blijven. En als het regende, wilde haar handen soms niet zo, maar dan ging het regenkapje op. Dan trok ze beide lintjes tussen de tanden, want knopen ging niet. Maar dan ging ze een rondje wel lopen. Nou, ik hoop dat we straks kunnen zeggen, als we hier aan het trainen zijn en het mist het een beetje, dat we niet zeggen, nou, we slaan wel een keer over. Maar dat we dan juist zeggen, we doen een regenjasje aan en we gaan toch die 3 kwartier tot 1 uur even buiten aan de gang. Ja, dat is nog even wennen, hè, die gedachte. Ja. Ja. Nou ja, we gaan toch kijken of dat lukt. Waarom nu in de achtertuin? In die onderzoeken, waar ik al een beetje naar refereerde, staat ook dat we niet een paar keer lang moeten gaan bewegen, maar dat juist vaak kort bewegen een grote toegevoegde waarde heeft. Ja. Wat is er nou makkelijker dat we naar buiten stappen en als we de instructies gehad hebben en iemand is vaardig genoeg om op de apparatuur zijn ding te kunnen doen, dan ook zelfstandig gebruik te gaan maken van die apparatuur. Dagelijks even trainen heeft een groter effect dan 1 of 2 keer in de week heel lang trainen. Nou, u wordt op de wenken bediend, het is beschikbaar. Als de apparaten eenmaal duidelijk zijn, is iedereen vrij om daar actief te worden. Als er kinderen of kleinkinderen of achterkleinkinderen op visite komen in het weekend, blijf niet achter de tv zitten, maar ga met elkaar eens kijken, wat is dat nou voor apparaat en wat kunnen we ermee? Kortom, genoeg uitdagingen. In een van de mailtjes van de afgelopen periode is ook gevraagd, gaan jullie het ook meten? Hoeveel wordt er gebruik van gemaakt? Gaan mensen ook daadwerkelijk vooruit? Nou, dat was een van de eisen van ons zorgprogramma, wat ook door de zorgverzekeraar is goedgekeurd. Ja, we gaan daarin ook meten. En we gaan kijken of wat we denken wat er gaat gebeuren ook werkelijk gebeurt. Dus er zal af en toe eens een interview of een vragenlijst extra gebruikt worden. En dat heeft dan als doel om in de toekomst de zorg nog beter af te stemmen. Wie gaan we hier nu straks zien als begeleiders? Nou, wat eigenlijk uit een onderzoek van TNO naar voren kwam, is dat het verstandig is de eerste 3 maanden mensen vaardig te maken in de trainingstuin onder supervisie van een fysiotherapeut. En dat zijn dan fysiotherapeuten die aanvullend opgeleid zijn en beter weten hoe het lichaam op oudere leeftijd functioneert. En dat zijn 3 mensen van Paka, dat wordt Lisa Wegbrands, de blonde dame. Als je voor staat, Lisa, zwaaien, hè. Beetje bij blozen, dan weet iedereen, ja, helemaal goed. Willemijn, die zit ernaast, die ging heel hard die om mee, ben ook even gelukkig. Ja, en Laurens Geesen. Als jullie nou denken straks, als we in de tuin staan, goh, wat leuk, schiet 1 van die 3 therapeuten even aan. Geef uw naam en telefoonnummer door, dan wordt er contact opgenomen. En dan kunt u de mogelijkheden horen, hoe of wat. Ja. Wat we zo gaan doen is naar buiten toe. Dan gaan we een aantal sporters die nou al genoemd zijn, maar ook een aantal ouderen die al stiekem getraind hebben in de afgelopen weken. En misschien een aantal huisartsen en fysiotherapeuten achter een lint zetten. De andere mensen mogen daaromheen een plekje zoeken. En dan worden ze daadwerkelijk gestart door Bjarne. Met de knal die op niet nader aan te geven manier tot stand gaat komen. Maar ik heb jou net al een beetje uit de doeken gedaan. En dan gaan we daadwerkelijk de tuin bewandelen met elkaar. Voel u vrij. Als u niet zeker bent van, goh, wat moet ik doen? Vraag het. Maar ga het wel proberen. Rust tussendoor even uitnemen, een drankje. En probeer het daarna rustig nog een keer opnieuw. Ja?
Ik hoop dat iedereen hiervan gaat genieten. Dat we er iets leuks van kunnen maken met elkaar. En laten we allemaal even alles.